Hier zie je een film van een berucht ongeluk een aantal jaar geleden in Alf van de Rijn. Waarbij twee kranen die een zwaar brugonderdeel tilden, allebei hun evenwicht verloren en vielen op een rij huizen. Natuurkundig gezien kun je niet zeggen dat die kranen zich verplaatst hebben, maar eerder dat ze zijn gaan draaien. En over dat draaien gaat deze webles. Want in deze webles gaan we kijken wat er voor nodig is om een voorwerp te laten draaien. De aanpak is hetzelfde als in vorige weblessen. We gaan een uh, plan van aanpak, gaan we uh, eerst eventjes theoretisch bekijken en daarna gaan we die toepassen uh, in een voorbeeldopgave om te kijken of het uh, allemaal binnen is gekomen. Nou, hoe ziet het plan van aanpak eruit wanneer je te maken hebt met draaiende voorwerpen? Nou, op het moment dat je te maken hebt met draaiende voorwerpen, heb je ook te maken met momenten. En we gaan dadelijk kijken wat het is. Um, nou, belangrijk is dat je inziet rondom welk punt het voorwerp wil gaan draaien. Waar bevindt zich het draaipunt van dat voorwerp? Daarnaast is het ook van belang dat je uh, doorhebt met welke kracht je te maken hebt en waar het aangrijpingspunt van elk van die krachten zich bevindt. En, um, in HVO 5 maken we het onszelf simpel. Want als je te maken krijgt met een situatie met draaiende voorwerpen, dan werken er altijd maar twee krachten op dat voorwerp. En de ene kracht zal voor uh, een, een draaiing zorgen met de klok mee, en de andere kracht die zal juist dat voorwerp de andere kant op willen draaien, tegen de klok in. Vergeet niet dat heel vaak uh, de zwaartekracht van het voorwerp zelf ook van belang is en dus één van die twee krachten is. Derde wat we gaan uh, achterhalen is als je weet welke krachten uh, er zijn en waar de aangrijpingspunten zich bevinden, dan moet je ook gaan bepalen hoe groot de arm is van elk van die krachten. En de arm is eigenlijk uh, de kortste afstand tussen de werklijn van elke kracht en het draaipunt. Nou, dit klinkt natuurlijk heel theoretisch, we gaan het dadelijk zien in een plaatje uh, wat dat dan in de praktijk inhoudt. Tot slot, als je dat allemaal weet, dan kun je de hefboomwet gaan gebruiken. En de hefboomwet zegt eigenlijk het volgende: dat een voorwerp niet gaat draaien als het moment de ene richting op even groot is als het moment de andere richting op. En het moment kun je altijd uitrekenen, want het moment is altijd gelijk aan de kracht maal de arm. Tijd voor een voorbeeldopgave, want dit is wel allemaal erg theoretisch. En de voorbeeldopgave ziet er als volgt uit. Het is een uh, persoon die zich aan het opdrukken is op de vloer. En je ziet hier de schets van de situatie. En aangegeven is dat er al één kracht is die werkt uh, op de persoon. En dat is namelijk de kracht van de vloer op de hand. Daarnaast is ook nog het zwaartepunt aangegeven. We gaan dadelijk kijken wat dat zwaartepunt, en uh, wat je daarmee kunt. Dat is namelijk een heel handig punt als je die weet. Um, we gaan ons plan van aanpak um, Afdraaien en het eerste punt was het draaipunt. Uh, waar bevindt zich in deze situatie het draaipunt? Zich? Nou, dan moet je misschien heel even goed kijken, maar als je die man nu uh, ziet bewegen in gedachten, dan beweegt hij eigenlijk rondom één punt en dat is het punt waar zijn tenen de grond raken. Daar bevindt zich in deze situatie het draaipunt. Met welke krachten hebben we te maken? Nou, een van de krachten is al gegeven, dat is de kracht van de vloer op de man. En het begin van de pijl geeft je ook het aangrijpingspunt, dus die weten we ook al. Dat is namelijk uh, het contactpunt van de hand op de vloer. Daar zal ook de kracht zich bevinden. Maar de tweede kracht, ja dan moet je natuurlijk eventjes goed nadenken. De tweede kracht is de zwaartekracht van de man. De zwaartekracht van de man zorgt er namelijk voor dat die man uh, tegen de klok in wil draaien. Als die armen niet zou zijn, zou de man met zijn neus op de grond vallen. De kracht van de vloer op de arm. Die zorgde juist voor dat die man met de klok mee wil draaien. Uh, hier bevindt zich de zwaartekracht, als schets getekend. Ik weet niet hoe groot die is, maar het is even puur als schets. En uh, we weten nu de beide krachten en de beide aangrijpingspunten. Volgende vraag is hoe is het gesteld met de arm van elke kracht. Ja, en om de arm van elk van de twee krachten te kunnen bepalen, moet je eerst de werklijn van elke kracht tekenen. En dat is niet zo moeilijk, want de werklijn van elke kracht is gewoon een denkbeeldige lijn die je trekt door de kracht heen en eigenlijk gewoon verlengt. Boven en onder in dit geval van de kracht verlengt. Nou, als je deze tekent, stippel hem dan, want het is natuurlijk een, een, een hulplijn. En uh, ik heb hier al de lijn getekend van de zwaartekracht, de werklijn. En als je de werklijn weet, dan kun je ook de arm bepalen, want de arm is de kortste afstand tussen de werklijn en het draaipunt. En uh, dat is dus altijd een lijn die je tekent loodrecht op de werklijn. Die moet gaan door het draaipunt. Nou, dat is de, deze rode lijn die ik hier getekend heb. Dat is de arm die hoort bij de zwaartekracht. Hetzelfde kun je natuurlijk doen bij uh, de, eigenlijk is de normaalkracht van de vloer op uh, de hand van de man. Je trekt eerst de werklijn, die ziet er dan zo uit. En vervolgens uh, de arm. En die ziet er dan zo uit. Dus uh, de tweede kracht, de kracht van uh, de vloer, heeft een grotere arm dan de zwaartekracht van de man. Als je al deze gegevens uh, hebt achterhaald, dan kun je gebruik gaan maken van uh, de hefboomwet. En dan kun je tot de oplossing komen. Ik ga, dadelijk ga ik verder met getallen, maar het zou ook goed kunnen dat dit de situatie is. En dat je dus een plaatje krijgt die op schaal is. En dan kun je, als je deze tekening hebt gemaakt. Kun je vervolgens alle afstanden die je nodig hebt, daarvan, die kun je meten in je tekening. En als je een, een schaalverdeling weet, dan kun je ook uitrekenen uh, hoe groot elk van die uh, afstanden dan in het echt is. Wij gaan het eventjes niet doen, ik ga het iets simpeler doen, want ik geef je gewoon een tekeningetje. En ik geef dus aan hoe groot elk van de twee armen is. De arm die hoort bij de zwaartekracht is 78 centimeter, de arm die hoort bij de andere kracht is 1,18 meter. 18. En uh, wat, wat we ook nodig hebben is de massa van deze persoon. Nou de massa blijkt 70 kilogram te zijn. Nu kunnen we de hefboomwet gaan gebruiken. Dat is de laatste stap in ons uh, plan van aanpak. En de hefboomwet uh, die luidt dat uh, de kracht maal de arm van de ene kracht even groot moet zijn als de kracht maal de arm bij de andere kracht. In onze situatie weten we al drie van de vier onbekende. Want we weten namelijk die twee armen en we weten ook een van de twee krachten. En uh, door nu uh, te gaan rekenen, kunnen we ook de vierde achterhalen. Nou, het tekeningetje verdwijnt nu. Dus ik neem die 1,18 meter, 18, die 78 centimeter en die 70 kilogram, die neem ik mee. En ik ga eens rustig rekenen. Nu komt eigenlijk pas de vraag, hè, dit zou dus een, een, een toetsvraag kunnen zijn. En gevraagd wordt dan, hoe groot is de kracht die werkt op de arm van de man? Fn. En gegeven was dat de zwaartekracht... Uh, uh, 9,81 x 70 kilogram, oftewel 687 newton is. Je moet eigenlijk staan 70,0 kilogram, want in de tekening had ik hem in drie cijfers significant. En daarom mag ik ook mijn uh, kracht in drie cijfers significant opschrijven. Gegeven was ook uh, de arm, die hoort bij de normaalkracht. Die was 1,18 meter. En de arm, die hoort bij de zwaartekracht. En die is 0,78 meter. En ik pak mijn hefboomwet erbij. De hefboomwet even ingevuld voor de krachten die we hier hebben. Dus ik heb een zwaartekracht ik heb een normaal kracht. Dan ziet de hefboomwet er zo uit. De onbekende kracht die ik wil weten is Fn. Dus ik ga eerst even deze vergelijking omschrijven zodat er staat Fn is. En als je dat netjes doet, dan krijg je dit. En dan ga ik vervolgens invullen, want ik weet elk van de drie variabelen aan de rechterkant van me insteken. Die zijn gelijk aan 687, 0,78 en 1,18. En als ik het dan uitreken, dan blijkt de kracht van de vloer op de arm van de man 454, oftewel 4,5 van 10 tot de macht 2 Newton te bedragen. Die is dus kleiner dan de zwaartekracht. En dat kun je eigenlijk al heel snel zien. Dat komt dus omdat de arm die hoort bij de normaalkracht juist groter is dan de arm van de zwaartekracht.